Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan de arrow stitch maken en in het Nederlands heet dit de pijlsteek. En ja, dit is echt een hele leuke steek. Hij kan op verschillende manieren hoor, dat je dicht gewerkt hebt. Maar ik vond dit toch wel een hele mooie steek waar ook heel veel in gebeurt. En het is echt de pijlsteek. Maar allereerst wil ik iedereen hartelijk bedanken. We hebben al best wel veel abonnees. En we zijn eigenlijk alleen maar groeiende. En door de positieve reacties blijf ik toch wel gemotiveerd om iedere keer iets nieuws te gaan filmen of te bedenken. En nou, alle inbreng is, ja, die is welkom. Je kan hier onder het filmpje ook altijd iets schrijven of als je iets wil vragen of ook als je iets wil zeggen. En, maar we gaan beginnen nu met de arrow stitch. Hij is echt niet moeilijk, dus ik zal even heel rustig vertellen ook sowieso wat je nodig hebt en ik ga het ook heel rustig uitleggen. Nou, je hebt nodig, ik zal deze even af gaan knippen. Je hebt nodig een bolletje wol, sorry hoor, heeft even geduurd, een bolletje wol, een schaartje, een haaknaald en een centimeter. En dan kunnen we beginnen. We beginnen met een opzetlus. En de steek is deelbaar door 5, dus 5, 5, 5, 5, 5. Dit is 9 keer 5 is 45 losse, zet je op. En dan ga ik even meten hoeveel dat je dan uitkomt met haaknaald nummer 6. Stel dat je een dasje wil maken. Dit is 34 centimeter, dus dat, ja, dat is wel breed genoeg voor een das. Ja, je kan er van alles mee maken. Ik leg even het voorbeeld weg. Een, twee, drie, vier, vijf. Dat is de eerste keer. En dan ga je door tot 45. En dan zie ik je weer terug. Je hebt er nu 45 opgezet, 45 lossen. Dan doe je er nog één bij, want we gaan nu met de eerste toer gaan we gewoon met vaste beginnen. En dat is insteken. Je hebt er eentje dan overgeslagen. En je steekt in. En je haalt je draad op, nog een keer omslaan en door 2. Dus de eerste toer doe je gewoon lekker losjes met vaste, want dan kan je dadelijk gewoon je patroon aanhouden. En ik zal het even laten zien hoe dat dit eruit ziet. Kijk, je begint dus je patroon pas later. We gaan eerst gewoon vaste maken. Kijk, en dan heb je gewoon een mooier begin. Anders begin je meteen vanuit die begin losse toer. En het is mooier om eerst een rij vaste te maken. Dus we gaan deze toer gewoon afmaken met vaste. Ik zal er nog een paar meedoen, dat je nog weet van hoe dat je vaste moet haken. Dus gewoon insteken, omslaan, nog een keer omslaan, door 2, insteken, omslaan, je haalt hem door, nog een keer omslaan, door 2. En zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het eind van de toer weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer met vaste. En we keren het werk met 3 lossen. En nu gaan we een driedubbel stokje maken, dus 3 keer de draad omslaan in de 5e opening.
Dus we gaan de 5 stokjes slaan we over. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, in dit geval zijn het 5 vaste. Maar normaal sla je dadelijk 5 stokjes over. En dan gaan we een 3 dubbel stokje in maken. En we gaan het heel vaak oefenen, dus geen zorgen, het komt goed. Dit is even het begin, laat ik het gewoon even zien. En dadelijk ga je het begrijpen en dan kan je lekker meedoen. En nu weer een 3 dubbel stokje, of ja, een 3 dubbel stokje. 1, 2, 3, 4 sla je over en in de vijfde, daar ga je een 3 dubbel stokje maken. 1, door 2, door 3, door 4. Dan ga je weer 4 stokjes maken en dan klap je deze weer met je duim naar voren. En deze heb je al gehad, deze steek. En dan ga je weer 4 stokjes inzetten. 1, 2, 3, 4. Kijk, dan heb je er alweer 2 gemaakt. En 3 dubbel stokje in de vierde. 1, 2, 3, 4 sla je over, in de vijfde bedoel ik. Een 3 dubbel stokje, die klap je weer naar voren met je duim, zo, en dan ga je weer daarachter die 4 stokjes maken. En hier zie ik, hier ben ik al te ver gegaan, want hier hebben we, zie je, ik heb hem te snel ingestoken hier, dus hier heb ik al een 3 dubbel stokje, dus dit moet ik even uithalen. Hier mag je niet in, maar ga je in de andere en daar zet je de vierde in. Die vierde die zit altijd een beetje tricky, omdat hij net naast die 3 dubbel stokje zit. Maar je ziet dat dit de laatste opening is voor het 3 dubbel stokje. Dus daar moet je altijd op letten, op elke steek een stokje. Dan gaan we weer een 3 dubbel stokje maken. Dan slaan we weer 1, 2, 3, 4 over en in de vijfde. Een 3 dubbel stokje, dan weer naar voren leggen en dan niet waar je net die 3 dubbel stokje in hebt gezet, maar daarnaast, daar ga je een stokje zetten. Dus op elke steek een stokje, 4 stokjes. En nu hebben we er al 4 gedaan en ik zal laten zien nog het voorbeeld. Kijk, je ziet waar we zijn. Hieronder deze toer, zover zijn we nu. En je maakt deze hele toer zo af. Ik ga nog even mee haken. Nog een keer, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4 over. En in de vijfde insteken. Drie dubbel stokje. Dan weer omslaan, deze naar voren leggen. En deze zit altijd een beetje in het hoekje, maar je moet gewoon twee lusjes pakken en een stokje maken. Nou, nu hebben we er al 1, 2, 3, 4, 5 gedaan. En we gaan tot 9, 6, 7, 8, 9. Dus ik zie je op het eind van de toer weer terug. En dan gaan we aan de volgende toer beginnen. We zijn nu op het einde van de toer. En we maken het laatste stokje. En nu hebben we de 9 gedaan. En nu gaan we aan. In principe is dit toer 2 natuurlijk. Hè? 1, 2, 3 lossen. We keren het werk. En dan zijn we nu op de achterkant. En hoe gaan we de achterkant doen? Weer een driedubbel stokje. En die steken we hier in die grote opening in. Want dit is de vijfde. Dan maken we weer een driedubbel stokje. En nu gaan we de stokjes aan de voorkant zetten. In plaats van achter het driedubbel stokje. En dan pakken we hier 1. 2, 3, 4 stokjes. Dan gaan we weer 3 keer omslaan en dan pakken we weer die opening, een driedubbel stokje en weer op elk stokje een stokje. Goed, op elk stokje een stokje zetten. Kijk, en dan heb je ook de achterkant van het werk. Die ziet er zo uit. En dit is de achterkant. En je begint al echt hier. Ik zal eventjes het voorbeeldje wegleggen. De V-steken. Echt een pijl is het aan het worden. We gaan nog even oefenen. Drie keer omslaan. We slaan die vier stokjes over en in die opening. Daar gaan we een driedubbel stokje zetten. Dan omslaan en we houden natuurlijk nu die driedubbele aan de voorkant van je werk. En je gaat weer op elk stokje een stokje zetten. Het is geen moeilijke steek hoor. Het is even wennen dat je eventjes het driedubbele stokje goed aan de goede kant legt en daar, als je eenmaal goed de stokjes te pakken hebt, dan kan je het blind doen hoor. Het is gewoon even wennen aan de steek en je houdt hem echt aan de voorkant, je driedubbel stokje. Die hou je een beetje gewoon met je vinger weg en je pakt echt je steken weer op zoals ze. Ja, zoals je het in het begin uitgeteld hebt. En je hebt weer vier stokjes. En je hebt nu alweer 1, 2, 3, 4
keer een pijl, de arrow stitch. Ik zal er nog eentje mee doen. 1, 2, 3. En 4 stokjes. En dan ga je weer verder met het driedubbele stokje. Dus dit wordt de steek. Hij wordt echt heel mooi. Dit is het voorbeeld. Kijk, het ligt er allemaal heel mooi op. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video. Graag duimpje omhoog als je dit een fijne of een goede video vindt. En hieronder kan je op mijn foto klikken om te abonneren. En ik maak heel veel nieuwe steken, want ik zoek het elke keer op of ik zoek het uit of ik bedenk in één keer iets. En ik zou zeggen tot de volgende video.